Vanwege het tekort aan medicijnen en verbruiksmiddelen voor artsen, specialisten en verpleegkundigen is het vaak voorgekomen dat er ingrepen en behandelingen zijn uitgesteld of afgezegd. De Vereniging van Medici heeft deze klachten doorgegeven aan de minister van Volksgezondheid, zegt Pieter Voogd, voorzitter van de VMS. De reactie van gezondheidsminister Elias was echter dat er zelf meer is geopereerd dan voorheen. Voogd vindt dit een vreemd antwoord. Want het SZF weet inderdaad wat wij doen en hoeveel wij doen, maar ze weten niet wat wij niet doen. Maar daar is geen registratie van. U moet weten dat er een periode is geweest van volgens mij 6 maanden, maar corrigeer me, de orthopeed, dat er geen heuvel- en knieoperaties verricht konden worden. Gewoon omdat de protheses er niet waren. U moet weten dat op zich, dat voor mensen die een slijtage hebben van een heup of een knie, het is niet zo'n drama, maar die kunnen misschien inderdaad 6 maanden wachten. Maar je zal toevallig in een bromfiets of in een auto ongeluk zijn en je heup of je knie breken en een prothese nodig hebben. Dan is het het niet. U moet weten dat er bijvoorbeeld bepaalde ingrepen, dat wil niet te technisch zijn, als een maag- en leverdokter bijvoorbeeld, die doet een ingreep waarbij hij met zijn camera helemaal in je galblaas en in je alvleesklier kan komen. Daarmee kan hij bijvoorbeeld steentjes verwijderen of wat kanaaltjes oprekken, zodat je van je ernstige klachten af bent. Dat kan niet. Hij werkt steeds met voorraadjes van 5, heeft continu een wachtlijst van 30 patiënten, dus hij helpt 5 en 25 worden dan uitgesteld. Voogd zegt dat vrijwel alle specialisten zijn getraind om met een camera te opereren. Een mooi initiatief, een kleine snee en sneller naar huis. Maar we krijgen de middelen niet om dit soort ingrepen uit te voeren, benadrukt Voogd. Dus het gaat niet alleen om operaties, het gaat ook om gewone behandelingen die daardoor stagnatie oplopen, waardoor de mensen niet adequaat behandeld worden. En ik kan met u doorgaan, ik kan de chirurg vragen wat is er niet. Ja, als we een hele ingewikkelde operatie moeten doen, bijvoorbeeld iemand met een tumor heel ver in de dikke darm, bijna bij de anus, hele ingewikkelde operatie, dan is het soms mogelijk om de naadjes toch nog bij elkaar te krijgen als je een stapeler hebt. Nou, die hebben wij nooit, dus de patiënt zal altijd of bijna altijd een stoma moeten krijgen, wat niet per se nodig is. De urologen. Die kunnen geen scopische niersteenvergruizing doen op dit moment. De C-boog in mijn ziekenhuis is kapot. Overmacht, ik neem het niemand kwalijk, maar dat betekent wel dat alle week ingrepen die gedaan moeten worden door de neurochirurg, de orthopeed en door de uroloog waar ze onder doorlichting moeten werken, niet uitgevoerd worden. Daar is geen registratie van, dat weet het SZF niet, maar wij plannen de patiënten niet, want we weten dat we ze toch niet kunnen opereren op dit moment. Tot zover Pieter Voogd, voorzitter van de Vereniging van Medici in Suriname. De specialisten hebben gisteren op een persconferentie aangegeven dat er vaker ingrepen zijn uitgesteld door het tekort aan medicijnen en verbruiksmiddelen.